16 maart, dan hebben wij verkiezingen en dat zit al mooi op. En de partijen binnen hartstikke druk dwalen bij de taarregerings, dus je zullen ze de komende weken een roen op het zien komen, op straat, digitaal. Maar wij zijn ook heel hard on the go met een stemwijzer en die zal heel februari beschikbaar zijn. En die zal je hem helpen om de goede keuze te maken in het stemhokje. En er komt ook nog een verkiezingskrant. En intussen wordt er hard aan werken, want ze hebben weer reedsgeerkomsten. En er staan belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de reedsenquête en Patek. Maar ook extra geld voor de snitswieken, het nieuwe seizoensbeleid, mooi onderwerp. Bestemmingsplannen, ook belangrijk voor mensen. En hoe we omgaan met externe medewerkers, het ingeren daarvan. Dus belangrijk om u te volgen en dag dat. Van harte welkom.